Het was druk op de première gisteravond. Veel bekende en ook wat minder bekende gezichten verdrongen zich voor de camera's van de Nederlandse pers. Ja, mooi moment, hè? Dat er zo'n belangstelling is voor een boek wat ik al 36 jaar geleden heb geschreven. Dat is toch bijzonder? Onder andere Woudrichem, Megen en Werkendam werden gebruikt als decor voor de oorlogsfilm. Zo werd Megen bijvoorbeeld in april omgetoverd tot een wintersdorp in oorlogsjaren. Oorlogswinter gaat over een jongen die ongewild in het verzet terechtkomt en erachter komt dat zijn helden toch minder dapper blijken te zijn en dat de lafaards moediger zijn dan hij dacht. Regisseur Martin Koolhoof uit Asten wil het boek van Jan Terlouw graag verfilmen. Juist omdat ik het wil weten hoe het was. En ik vind dat in alle oorlogsfilms die ik tot nu toe heb gezien, dat ik toch, hoe mooi sommige ook zijn, dat je er toch een beetje naar kijkt. En ik wilde er echt helemaal deelgenoot van zijn. En dat het echt heel dichtbij kwam. En dat is wat deze film probeert. Die sleurt je heel erg die oorlog in. En je maakt het echt mee vanuit Michiel, een jongen van 14 die volwassen wordt in die oorlog. En als je die film gezien hebt, dan heb je echt het idee dat je iets meegemaakt hebt. En waarom Koolhoven een groot deel van de film in Brabant opnam? Omdat daar nog dorpjes waren die we konden verkopen zeg maar als 1945. En daar zijn niet zo heel erg veel plekken veel meer, helaas, waar je historisch drama op kan nemen. Honderden Brabantse figuranten krijgen volgende week hun eigen première. Een dag voordat de film landelijk in de bioscopen gaat draaien.